zien we hoe de moderne mens omgaat met zijn problemen. In deze vierde aflevering gaat het over een man die zijn heroïneverslaving overwon en houvast vindt in de kunsten. Hier is Door het Leven. Vaak dingen op neerkomen is dat ik heel lang in mijn leven mijn eigen ruimte heb ingegooid. Dus ik begon iets, ik was heel enthousiast. Maar er zijn een aantal tegenslagen die genoeg kunnen zijn voor mij om mijn rug naartoe te keren en er niets meer mee te doen. En vaak zoek ik ook die momenten op. Dus als er een succesje gloort of wat dan ook, weet ik het wel weer zo te draaien dat het misgaat of zo. Ik gooi mijn eigen ruimte in, dat komt altijd terug. Als het gaat om de dingen die ik doe, natuurlijk zijn mijn kinderen heel belangrijk, mijn familie is belangrijk, mijn vrouw is belangrijk. Maar wat heel belangrijk is, is het schilderen. Ik val altijd terug, ook als ik een periode het niet gedaan heb, op het schilderen. En het is gewoon op een hele ouderwetse manier, met olieverf, op linnen. En dat is iets waar ik altijd weer op terugkom. Ik denk dat een soort slot op de deur is. Niet geloven dat ik leid aan zoveel grief. Als de zon me doet beloven dat zij eeuwig is, het speelt hij op de akoestische. Mijn lief. Ironisch heet het de Het Wonder der Liefde, dat is de hele titel voor de cd. Ja, die liedjes gaan meer over de donkere kant van de relatie. En ik ben iemand die altijd worstelt ook met relaties. Dat is een optelsom gewoon van hoe mijn leven tot nu toe geweest is. Dus, ja, je zou dus ook wat lichtere kanten moeten laten zien van de relatie. En daar heb ik grote moeite mee. Het wordt altijd in een soort zwaarte getrokken bij mij op een of andere manier. Zo ver komen, een moment zo onver. Kan je weer even beginnen bij hoe kon het? Ja. Ik ben op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om in de beeldende kunsten te gaan. Ik vond een boekje van het Meccano speelgoed en daar stonden allemaal voorbeeldjes in van te bouwen dingen met Meccano. Toen dacht ik, het is geweldig, je kan in feite je leven lang Meccano schilderijen maken. Ik vind het mooiste om met Meccano kwetsbare dingen uit te drukken. Mensen zijn breekbaar, vlinders, bloemen. Ik probeer dat soort dingen gewoon in Meccano uit te drukken. Dus niet bruggen en kranen. Hele andere aspecten van het leven, waar het uiteindelijk niet voor gemaakt is. Het is gemaakt, zo werd het ook letterlijk geadverteerd, voor de werktuigbouwkundige van morgen. De ingenieur van morgen. Zodat hij vast zijn eerste vingeroefeningen doet op dat spul. En later grote dammen of bruggen of wat dan ook aan ontwerpen. Maar ik geef het een veel menselijker interpretatie. Ik laat een executie zien of een bak met vlinders. Daar is het nooit voor bedoeld geweest, maar
Je kan wel een hele eigen wereld daardoor op die manier oproepen. En toen had ik op het idee dat daar gewoon ook teksten bij moesten en muziek. Het was ook in die tijd dat die punk enorm opkwam. En ik heb toen een band opgezet. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met een soort fusie tussen het beeld, de tekst en de muziek. Netjes bewaard op volgorde en dit en dat. Ik heb in ieder geval de plaat nog. Dat is net zoals bijvoorbeeld de geboorte van mijn kinderen, vond ik erg belangrijk. Dat was een enorme gebeurtenis. En dat was ook toen ik de eerste plaat uit de hoes, uit de doos halen. Dit was de eerste Meccano-plaat. En het schilderij, dat wordt ook voor het eerst nu echt geëxposeerd. Ik heb heel lang in de opslag gestaan. Ik wil het graag nu exposeren. Dus ik ga dit in Hengelo laten zien. Het is eigenlijk een soort, ja, een soort tweeluik. Het zijn twee schilderijen, dit is deel 2. Dat was de tweede LP? Ja, nou, LP was het niet. Het was toen een soort EP, 5 nummers per plaat. De ene was untitled, dat was subtitled. Zoals je ziet is hier zat een echtpaar. Wordt gefotografeerd tegen een fabriekscomplex. Door een Meccano-fotograaf met een Meccano-driepoot. Die fotografeert ze. Dit is de genomen foto, dit deel. Alleen heeft het echtpaar zich gemetamorfoseerd in een Meccano-echtpaar. Ze hebben de rol omgedraaid, de camera is een echte geworden. We begonnen met 1000 platen te persen en die waren na 2 weken op. En toen konden we opnieuw persen en zijn een aantal duizenden van die platen gewoon geperst en verkocht. We hebben ook overal opgetreden, dus altijd in goede programma's gestaan. Dus ook met andere bands, met U2 gespeeld voor de radio, met Simple Minds gespeeld, met de Orchestral Maneuvers in the Dark. En het kreeg, raar genoeg, een soort cultstatus. Omdat het, ja, het deed weinig concessies, het was puur. Het was ook een tijd dat natuurlijk iedereen ook met drugs bezig was en experimenteerde. En ik wist het een en ander wel al natuurlijk, maar ik ben op een gegeven moment ook eigenlijk op een beetje op een balorige manier aan heroïne begonnen. En dacht ik er zo mee kon stoppen en dat kon niet. En het heeft iets van 8 jaar geduurd. Hoe ben je daar vanaf gekomen? Gewoon door te stoppen. Door methadone te gebruiken met een heel programma. En hoe lang is dat geleden? 10 jaar geleden, 11 jaar geleden. Weet je dat nog, die laatste keer? Ja, dat weet ik nog. Dat was toen inderdaad de doodziek bij mijn moeder was en zo. En ik moest gaan beginnen aan dat programma. En die laatste avond, zeg maar, was ik nog ziek. En de volgende dag zou ik beginnen. En toen moest ik per se nog iets scoren, zoals dat heette. En toen kreeg ik geld van mijn moeder mee om dat te doen. Omdat hij wel geloofde in mij. Dat het me wel zou lukken. En dat is natuurlijk belangrijk als er iemand in je gelooft. Zeggen, maar het is al te laat. Ik ben exorbitant in een hele hoop dingen. En dan werk je ook vrij snel in de nest. Je komt jezelf tegen. En als je dan een uitlaatklep hebt,
Als je dan gewoon een tekst kan schrijven of een schilderij kan maken, waarmee je eventueel jezelf kan frapperen ook, dan heb je een goede stap gezet. In een soort reinigen van jezelf. Nou, ik heb ook wel periodes dat ik denk, godverdorie, moet ik nou weer aan die gaatjes. Weet je wat ik bedoel? Het gebeurt ook dat ze je gaan tegenstaan, natuurlijk. Dat is ook logisch. Maar ik heb, wat ik wil zeggen, ik heb gisteren een nieuw nummer opgenomen. Of tenminste, de teksten gezongen ook en zo. Oh. Dus als je het wil horen even, ik heb het wel bij me, ik heb het meegenomen. Nou, doe wil je het even horen? Zet ik het even op. Ja, jij zei toch in september zou die in de winkels komen? Nee, november. November, ja. Oh ja. Dat is ook zo. Mijn moeder is iemand die er voor mij altijd geweest is. Ook als de momenten daar waren dat ik weg dreigde te zakken of wat dan ook. En dan was zij er wel. Ja, nou, het nummer De Basis hadden we al 2 weken geleden opgenomen. Maar we hebben hem uitgebreid, zangpartij erin. De relatie tussen mijn moeder en mij is sterk. En dat heeft ook gevolgen. Ik bedoel, ja, dat heeft ook gevolgen voor de relaties die je zelf hebt met een vrouw bijvoorbeeld. Die vinden bijvoorbeeld dat er een grote dominantie van mijn moeder uitgaat. Ik heb de neiging om het ruimte in te gooien. Elk cruciaal moment. Gestrand in het zicht van de maan. Verzoen ik mijn gedachten. Dat is het. Nou. 4 minuutjes, ruim. Ik vind het wel weer oké. Okay. Ja, toch? Nou, zeker. Mijn moeder bijvoorbeeld, die sponsorde me gewoon. Je moeder was je sponsor? Ja, al heel lang, ja. Hoe deed je moeder dat? Zuinig leven en veel van mij laten schieten. Als ik niet genoeg geld had om mijn huur te betalen, spijkerde zij bij. Als ik dan zijn lichtrekening niet kon betalen, betaalde zij hem. Zo ging het. Als zou ik er zelf wat voor moeten laten staan, doe ik dat nog liever als ik dat tegen hem nee zeg. Of tegen wat dan ook. Dat is gewoon zo. Het is niet om mezelf voor op de borst te slaan, helemaal niet. Maar ik ben zo. Dat is het. Ja, en Dirk is zo dat hij dat allemaal... Ja, precies. Aanneemt. Ja, want als ik bijvoorbeeld een nieuwe auto kocht, dan nam hij die oude. Ik ruilde hem niet in of zo. Dat ik dacht van, nou, daar krijg ik nog een patiënt ervoor. Nee, Dirk neemt die oude. En dan was het echt niet zo zuinig op, dat je denkt, nou, hè, is hij wel een beetje zuinig of nee hoor. Zo is het wel. Ha. Zeg maar dat het niet zo is. Nee, dat is zo. Ik weet dat ik redelijk mezelf kan uitdrukken. Als ik het zo zeg, of het nou met schilderen is, of met een tekst, of een stukje muziek. En dat, ja, dat wil ik ook graag, mezelf uitdrukken op die manier. En of het nou wel of niet in het museum komt, of dat zal me verder worst wezen. Weet je wat het is? Als iets te goed is, geloven mensen het helemaal niet. Dus die beginnen het al sowieso ook af te zeiken vaak, helemaal in dit land. Dat is heel erg. Je moet hier vooral niet goed zijn. Je moet een beetje midden houden. Hè? Midden, het is een land van midden. Midden, dan heb je kans. Je bent te goed? Absoluut. Dat ken ik wel mee leven, ja. Ik ben te goed. Ja, dat klinkt goed arrogant ook, maar het is waar. Ja, het is zo gewoon. Te goed, jongen. Het moet allemaal veel, je moet er met veel minder dingen beantwoorden die... Het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Te goed, het klinkt al meteen ook altijd alsof je... Oh, die is zelfbewust en die weet het wel allemaal. En, er is zoveel middelmaat wat omarmd wordt hier. En wat met groot vertoon naar buiten gebracht wordt. Terwijl de werkelijke helden thuis gewoon zitten. En een baldi. Dank je. Zo, alsjeblieft. Ik hoop het. Ziet er lekker uit. Ja.
Had je al broccoli gehad van de week, of niet? Is Dirk zelfstandig? Ja, hij is best zelfstandig. Maar zolang hij mij neemt, hoeft hij dat niet altijd te zijn. Dat is ook weer zo. Helemaal He? Niks. Nou, eet ze. Ja, dat ik volwassen ben geworden. Eerlijk zeg. Volwassen ben geworden, in welke zin? Ja, nee, gewoon wat men eronder verstaat. Ja, nou, niet zelf verhaast, maar goed. Dat ben ik volwassen geworden? Want, of heeft het, is het de band die wij hebben zo sterk dat, ja, dat ik daar... Wat mijn vader altijd zei. Mijn vader zei al, begon al met te zeggen van... Je hebt de navelstreng nooit doorgebeten. Nou, is dat zo, ja of nee? Dat kan ik niet zien, nee. Ik ook niet. Dat kan ik niet zien. Want je hebt wel, wat is er nou voor nonsens? Dat is gauw gezegd. Maar daarom is het nog niet zo dat het zo is. Nee. Ik vind het altijd zoiets onzins. Ik zou het wel prettig vinden om iets goed te maken. Nou, ik probeer nu wel inderdaad het geld te gaan verdienen. Ik heb een baan bij een taxibedrijf in het Gooi. En ik rij hoofdzakelijk mensen rond voor televisie en naar televisie. En ik ben huisschilder. En ook met mijn kunst. Ik ga proberen die schilderijen te verkopen. Dat heb ik al eerder gedaan, dus waarom niet? En dan zou ik een deel van mijn moeder terug willen betalen. Om een aantal zorgen van haar weg te nemen. Ik zag eigenlijk de bodem van de schatkist, kan je wel zeggen. En dan zei ik van Dirk, over. Nou kijk, dat is het resultaat. Nou kan moeder dat niet meer allemaal opbrengen. Als je me tegen het licht houdt, vergeet dan niet te kijken naar de achterliggende gedachten. Met de waanzin op mijn hielen beantwoord ik niet aan het beeld dat je van mij verwachtte. Als je me tegen het licht houdt, verbleekt het zicht op meer van de duistere kant. Van mijn wezen, tot silhouet gereduceerd, blijft jou niets anders over dan mijn oude ziel opnieuw te lezen. Toch zal ik nooit een vreemde zijn, mijn tol is al betaald. Laat mij maar een ontheemde zijn, mijn verhaal. Ja. Nou, er zijn twee kleine dingetjes die voor over moeten, maar... Oké. Als je over jezelf zingt dat je achterhaald bent, ja, wat biedt de toekomst dan eigenlijk nog? Maar je kan het op zo'n manier zingen dat het kan lijken alsof je afgerekend hebt met het een, maar dat het volgende zich weer aandient. Het zijn pieken en dalen en zo waar je overheen gaat. Maar het heeft wel altijd een soort strekking van dat je weer boven komt drijven. En dat het allemaal verder gaat. Met wijsheid die je erbij hebt opgedaan onderweg. Of dingen die je afgeleerd hebt juist. Of zo. Maar goed, ik ben blij dat het vooral mijn oude doek een keertje... Ja, tevoorschijn komen. Ja, jarenlang in het stof. Ja, zeker. De kleuren zijn schitterend. Ja. Goed gedaan, Jochie. Ziet er mooi uit in ieder geval. Ik ga nog even een rondje maken. Het is hartstikke leuk. Toch zal ik nooit een